Goedemiddag, mijn naam is Ronald van Zond van de stichting Gezond Natuurwandelen. Onze stichting organiseert gratis wekelijkse natuurwandelingen voor ouderen. En de wandelingen zijn bedoeld om gezondheid en welzijn van de ouderen, met name kwetsbare ouderen, te bevorderen. Wandelen is gezond. Onze ambassadeur Erik Scherder zegt, je moet eigenlijk elke dag bewegen. Dus als je kiest voor wandelen, liefst elke dag op pad. En met onze wandelingen proberen we mensen te verleiden om in beweging te komen. En als een soort van aanzet tot meer bewegen. Natuur is gezond, natuur en groen. Dus als je beweegt in natuur en groen, is bewezen dat je het dan vaker gaat doen en langer volhoudt. Dus vandaar dat we altijd door een zo groen mogelijke route lopen. Dat het kan in de stad zijn of in de natuur. En tijdens de wandelingen vertellen we ook kort iets over de natuurmomenten. Ook weer om mensen te prikkelen om wat vaker te gaan fietsen, te gaan wandelen in de natuur. En de begeleide groepswandelingen zijn een perfect middel voor ouderen om contact te leggen met anderen. Op een hele eenvoudige en laagdrempelige manier. En zodoende een soort van baken te zijn in de week, vaste tijd, vaste plaats, vaste dag. Om anderen te ontmoeten en meer afspraken te maken om samen bijvoorbeeld een natuurgebied te gaan bezoeken of andere zaken samen te ondernemen. Mocht u meer willen weten over gezond natuurwandelen, neem gerust contact op. We hebben een website, gezondnatuurwandelen.nl, of u kunt een mailtje sturen naar contact@gezondnatuurwandelen.nl.